Een hele goede morgen. Deze knakker was al op tijd wakker. En hij is wakker gebleven. Ik heb hem net zijn ontbijtje gegeven. En daar ligt hij hoor. Och, och, och. Het leven van een 2-jarige is ook zo ontzettend zwaar. Dus ik laat hem nog heel eventjes dadelijk een uurtje slapen. En dan ga ik hier eventjes alvast aan de gang. En ik heb van alles te doen. Ik zal vandaag ook niet heel veel filmen, denk ik. Wat ik film, dat gaan jullie wel zien. Maar ik heb het vrij druk vandaag. Dus we gaan het zien wat ik gefilmd krijg vandaag. Echt heel druk. Maar goed, ik ga hem even in zijn bedje leggen. Want ja, hè, ik kan moeilijk zo blijven zitten en van alles doen. Jordi die heeft dus geslapen, die heb ik weer wakker gemaakt. Toen heb ik ze een fruitje gegeven en heeft hij gespeeld en alles. En volgens mij zit er een propje hierin. Laat eens los, kom eens, laat eens even los. Toen heeft hij zijn fruitje gehad. En toen ben ik gauw alvast 1 vlaai gaan maken, die zit in de oven. En Jordi had zoveel gepoept op een gegeven moment. Dat hij gewoon helemaal doorgelekt was. Dus ik heb hem ook nog helemaal om moeten kleden en wassen. Maar ja, daar hebben we er allemaal voor over, hè. En je bent aan het tutteren. Je bent niet aan het drinken, hè. En hij is de hele tijd chagrijnig geweest. En nou begint hij net te lachen, maar hij is ook moe. Je laat hem iedere keer. Jordi. Wacht heel even, Jordi. Ik heb gewoon lekker een volle papfles gemaakt voor hem. Je kunt hij gewoon even lekker drinken. Als hij drinkt. Hij zit hier te lachen. Maar goed. Ik ben dus dit aan het bakken en aan het doen voor zijn verjaardag voor het weekend. Maar goed, we moeten het ook nog lol over kunnen hebben. Want ik heb al verschillende dingen uit mijn handen laten vallen. En ja, Jordi niet dan natuurlijk. Maar kopjes en dingetjes die ik... krijg je op zo'n dag als je zoveel te doen hebt. Maar goed, de lach van dit kereltje maakt alles wel weer goed. Jordi is gelukkig aan het slapen. Hij wilde niet meewerken. Ik weet niet wat dat kind heeft. Maar goed, ik heb nu 4 vlaaien gebakken. Dus appel, dus kruimel, dus kruimel en dus ook appel. Ze zijn allemaal aan het afkoelen. Ik heb nu nog cake in de oven zitten. Want Jordi die eet niet alles. Dus ik heb een cake gemaakt en daar doe ik dan slagroom op met kaarsjes. Zodat hij in ieder geval lekker even iets kan doen. En dat we toch het idee hebben dat we hem gewoonweg iets lekkers geven. En dat is eigenlijk wat de bedoeling is. Ik heb nog meer dingen te doen vandaag, maar het loopt allemaal een beetje anders dan dat het lopen moest. Maar goed, we doen het ermee en we gaan gewoon door. Dus even afwachten wanneer meneertje wakker wordt. Ik ga zo nog even was ophangen, want dat doe ik ook tussendoor. Tussendoor ook gewoon aan het opruimen en dingetjes aan doen. En ja, zo blijven we van de straat. Inmiddels is er iemand wakker, hè? Ja, dat is onze vent. Zal mama even jouw brilletje pakken? Ja? Oh, oké. Mama jouw bril pakken dan? Kun je wel zien, hè? Jordi, wil je brilletje op? Mama jouw bril opzetten? 1, 2. Hey, wereld! Hoe is het met de wereld? Hey! Oh, in de maneschijn. In de maneschijn. In de...
Maneschijn. Klom ik op een trapje door het raamkozijn. Maar je raadt het niet. Nee, je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet Jody als hij schoenen poetsen is. En dat is 1. En dat is 2. En van je dikke, dikke, dikke tante Kee. Nee, mama kribbelen. Dikke tante Kee. En dat is recht. En dat is krom. En zo draaien we ons Jody nog eens om. Pom, pom. Yay! Hiepere piepere piep. Hoera, goed gedaan. Hiepere piepere piep. Dat moeten we morgen weer en overmorgen doen, hè? Hoera! Hiepere piepere piep. Hoera! Hiepere piepere piepere piep. Grote vent van mij. Had je trouwens lekker geslapen? Hé, had jij lekker geslapen? Had jij lekker geslapen? Had jij lekker geslapen? Ja? Volgens mij wel. Oh ja, oké. En dan? Oh, en wat, hoe zie je het voor je? Oh. Ja, dan kunnen we kijken. Dan doen we kijken. Ja. Oh. Kijk nou wel een kus. Oké. Oh, ja, nee, oké. Oké. Dan komt papa dadelijk thuis. Ja, dan doet hij jou eten geven. Kan mama nog wat dingetjes doen? Ja. Oké, is dat goed? Gaat mama nog 1 kusje krijgen? Bij jou. Oh, de boe, de boe, boe, boe. Ja, er zit hier een buik in de weg, dat weet ik. Niet aan je haren en ook niet aan je bril. Nee. Nee. Zal mama hem even goed doen? Ik wil hem even goed buigen. En even iets strakker zetten. Zo. Zal mama hem even goed buigen. Zo. Nog een keertje proberen dan? Zit hij nou beter? Is hij nou goed? Ja, is hij beter nou? Oké, nee, daar ben ik blij om. Dat is het voordeel van dit brilletje. Die kent hij lekker buigen. Uit de boe. Dus, ja. Ik ga nog even wat dingetjes doen. Dan komt Niels zo thuis. En dan gaan we Jordi eten geven. En dan... moeten we nog heel veel doen. Een hele goede morgen. Ja, het is nog morgen. Wij zijn hier druk bezig met de verjaardag van Jordi. En vrienden van ons zijn er nu al. En Kian is er. Kian. Kian is druk aan het spelen. Ja, Kian. Ja. En samen met Jordi aan het spelen. Gezellig, hè? Ja! Goed zo! Ja! Hoe gaan jullie overduwen? Oh, dat kan toch weer niet. Hè, toch? Dus ja, we zijn nog druk bezig. En die vrienden van ons helpen ons ook eventjes. En dat is super fijn. Nou, Jordi is verwend tot en met. Ik heb niet veel kunnen filmen, want we zijn continu aan het lopen geweest. En het was volle bak hier. Ja, en Jordi heeft zich eigenlijk goed vermaakt. Ligt nu lekker op bed. En nu gaan we even de rotzooi opruimen. En even stofzuigen en dweilen dat het weer netjes is. En morgen weer een nieuw feestje.
Dan komt onze familie. Ja. Dus dat gaan we doen. Hij is echt verwend. Ja, nu gaan we alles weer de koelkast aanvullen en... opruimen, vaatwasser aanzetten. En dan nog een beetje op de bank liggen en naar bed, denk ik. Ik denk dat we er niet al te laat in liggen, nee. Maar Jordi heeft wel goed gedaan, hè? Ja. Normaal is het echt dat hij prikkels, last van prikkels heeft. En ik vind dat hij nou wel... Ja, je merkte dat wij er beter mee om kunnen gaan, zeg maar. Omdat we een beetje kunnen voorspellen waar hij, hoe hij zijn dag het liefste wil doorbrengen. Ja, dus daar passen we het enigszins ook op aan, zonder dat andere mensen er echt in die zin last van hebben. Dus, maar goed, wij gaan heel eventjes hier opruimen, want de bende laat ik niet zien. Want, ja... Maar ja, we hebben alle cadeautjes hebben we in ieder geval uitgestald staan. Of in ieder geval die doe ik daar even netjes neerzetten. En dan kan iedereen morgen ook lekker genieten van wat hij heeft gekregen. En dan als Jordi, als we alles weer schoon hebben, dan gaan we dingetjes uitpakken. En sommige dingetjes pakken we ook niet uit, want dat is echt voor zijn kamertje. Ja, want het is zonde als het allemaal kwijtraakt. En... Ja, dus sommige dingen zetten we even weg. En sommige dingen kan hij al wel mee spelen. Dus ja. Het wordt wel echt een hele vent, hè? Maar goed, wij gaan hier aan de gang. Goedemorgen. Het is nou zondag. Ja, boeia. Ja, wij hebben eigenlijk gisteren alles een beetje al opgeruimd. Nou staat Mandy in de keuken. Om nog wat dingetjes te snijden en voor te bereiden. Straks komt de familie. Jordi is een filmpje aan het kijken daar ergens op de achtergrond. Even komen. Ja. Ben je lekker filmpje aan het kijken? Huh? Ben je lekker filmpje aan het... Ben je lekker filmpje aan het kijken? Dus die is nog even aan het ontspannen, die gaat daar naar bed. En dan wou ik laten zien wat Jordi allemaal gekregen heeft. Dit heeft Jordi allemaal gekregen. Verwend kind hebben wij. Een mooie kerstpyjama en een onesie. Een onesie. Oh, hij heeft een onesie gekregen. Ja, ik kan geen Engels. Dus. En hij heeft allemaal kaartjes gekregen. Ach jee. En we hebben discolampen. Nou, dat moet hij wel goed, hè? Dus kunnen we daar weer een feestje bouwen. Toch, Mandy? Ja, vooral met die discolampen. Dat doet het goed. Lang zal leven, lang zal leven, lang zal leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, 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 hoera! Hiep, 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 hoera! Hiep, 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 hoera! Ja, had je een leuke verjaardag gehad? Iedereen is nu naar huis. Ja. Nou, zijn we dan met z'n drieën? Had jij een leuke verjaardag gehad? En je bent heel erg goed verwend, hè? Ja, een hele stapel cadeautjes. Ja. Je hebt echt een goede verjaardag gehad. Vandaag gaat Jordi lekker naar bed. Ja. En als hij morgen beneden komt, is alles ineens weer normaal. Ja, want wij gaan dadelijk lekker alles opruimen en poetsen. Dus bij deze gaan wij ook deze ups en downs afsluiten. We hebben niet veel kunnen filmen.
Oh, ben je het er niet mee eens? Okay. Sorry. Maar toch gaan we dat doen. Wij hebben niet heel veel kunnen filmen. Wij gaan nou zo dadelijk hier opruimen en poetsen. En zorgen dat alles weer netjes is. En dat jullie lekker kan slapen. En... En Jordi is echt hartstikke verwend, hè, Niels? Ja, hij is goed verwend. Ja, hij is echt goed verwend. En wij zijn hartstikke blij met alle mensen die gekomen zijn. Mm-hmm. We hebben er allemaal niet gefilmd, omdat dat gewoon echt... Het was ook te druk. Het was ten eerste heel druk en ten tweede... Ja, dan moet je weer iedereen vragen, wil je op YouTube, ja of nee? Ja, dus wij hebben gewoon bewust besloten om dat niet te doen. Jij wil wel op YouTube, hè? Ja. Jij vindt filmpjes leuk. Ja. Dus wij hebben het zo gedaan. Maar hij is echt hartstikke verwend. En sommige cadeautjes, die pakken we ook nog niet uit. En die laten we ook nog heel eventjes voor wat het is. Tot je kamer klaar is. Ja. En dan, wij gaan dus bij deze ups en down afsluiten. En bedank iedereen voor het kijken. En Jordi is heel gelukkig en heel blij. Ja. En tot de volgende. En tot de volgende ups en down. Alvast wel trust iedereen. En tot ziens. Doei.